Terwijl de zon opkomt en veel mensen ontwaken of nog slapen, is het voor de paalzitters het einde van een lange nacht. Gelukkig is er een dorpsontbijt georganiseerd, zodat de deelnemers wat afleiding hebben om de nog resterende 12 uur door te komen. Je hoort hier eigenlijk niet te zitten. Eigenlijk niet. Nee, ik zit eigenlijk in het bestuur van de speeltuinvereniging en hoort bij de rest van de roze shirtenparade. Maar er viel iemand af en ja, het leek me eigenlijk zelf ook wel leuk om mee te doen. Dus toen ben ik er zelf weer opgesprongen. Valt het mee of valt het tegen? Het valt nog best mee, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit jij hier voor? Ik zit voor de stichting Als Kanker Je Raakt. En waarom precies? Die stichting ondersteunt mensen die in hun omgeving mensen kennen die kanker hebben gehad. Die daar of aan overleden zijn of het gelukkig overwonnen hebben. En heb je zelf ook dat soort mensen in je omgeving? Mijn vader is 1,5 jaar geleden overleden aan kanker. En mijn moeder werkt nu voor die stichting, dus vandaar dat ik hier zit. Paalzitten was vooral in de jaren 80 populair en werd door het hele land georganiseerd. En de mensen van toen zijn er nu ook weer bij. 32 jaar geleden, ik was toen 15. En hoeveel uur heb je toen gezeten? 36 uur, onafgebroken. Dus je bent echt een diehard, je weet hoe erg deze het nu hebben, hè? Ik weet het, ja. En dat is heel erg. Zeker na afloop, als je erop zit, dan valt het nog mee. Maar vooral na afloop dan spierpijn en last van mijn blaas. Ah, het leeft enorm. Gisteravond waren hier ruim 3000 mensen. En vanochtend om 7 uur kwamen de eerste alweer weer tevoorschijn. En hier bij het dorpsontbijt, dat voelt echt als een enorme samenhorigheid. Hoe gaat het? Ja, goed. Valt het mee of valt het tegen? Nou, alleen de nacht was een beetje zwaar, maar nou de mensen er weer zijn, gaat wel weer goed. Ja, je hebt wel wat te bewijzen, hè? Want jouw moeder die is oud-winnaar. Ja, klopt, ja. Nee, maar ik vind het leuk om te doen, ja. Ja. En je moeder heeft 36 uur gezeten. Ja, maar... Jij hoeft 24 uur, hè? Ja, 24 uur, lang zat. Ja. Zaterdagmorgen om 8 uur was er in totaal €5600 gedoneerd aan de deelnemers. Ja, heel leuk idee. Een goed doel allemaal, dus ja, interessant. En dat gezamenlijk ontbijt, dat slaat ook aan, hè? Ja, dat zou niet ergens 1, 2, 3 meer vinden, hè. Daar wil ik wezen. Met 300 op straat zitten eten, dat zie je niet meer. Leuk dat er zoveel mensen op afkomen. Ja, maar het dorps, hè, dat is... iedereen is er eigenlijk gewoon... Het dorp is uitgestorven, dat staat hier zo. Gezellig. Ja, heerlijk.